Dit is exclusief op 2, uw plaatselijke omroep met het laatste nieuws uit Stamperschat en omstreken. Ook dit jaar staat Stamperschat weer op zijn kop tijdens het jaarlijkse dorpsfeest Polonaise Hollandaise. De voorbereidingen zijn in volle gang. We nemen even een kijkje. Dit is Dries. Dries was slager, maar werd vegetariër. Hij is nu postbode. Barend is bakker. Verantwoordelijk voor de lekkernijen tijdens de festiviteiten. Nou ja, verantwoordelijk. Joop is de kruidenier van het dorp. Zijn koopwaar valt meestal binnen het gedoogbeleid. Maar vaak ook niet. Bollebert is de hoofdact van het dorpsfeest en staat garant voor volle zalen. Bert is gewoon heel erg goed. Sjaantje en Deborah zijn verantwoordelijk voor de feestelijke outfits. Ze naaien er vrolijk op los. Peter Aldenzee, onze vaste huispresentator, doet alvast even een disco-dutje. Oh ja, en boer Klaas wil ook nog iets zeggen. Nou goed, dat dus. En dit is Pieter. Pieter verzorgt het vuurwerk tijdens het dorpsfeest. Het gaat gelukkig bijna altijd goed. Zoals u ziet zijn de voorbereidingen voor het feest in volle gang. We blikken nog even terug naar de festiviteiten van vorig jaar. Welkom in de feesten. Welkom op de allerleukste party van het dorp. Mensen, welkom in de feesten. Iedereen, en dat is hoe het wordt op deze party in de feesten. Welkom op de allerleukste party van het dorp. Mensen, welkom in de feesten. En met het weer zit het wel goed op zaterdag 1 oktober. Dus, on het morgen!